Voilà, goedemorgen. Welkom iedereen op onze live les Groen. Vandaag zal de live les Groen doorgaan met mij, Alessio van Beweegcoach Ieper. En vandaag zal ik hier geen materiaal gebruiken. We gaan misschien juist een matje gebruiken voor straks een aantal wat grondoefeningen te doen. Maar we gaan een keer geen materiaal gebruiken. Dus ik stel voor dat we er misschien al direct mee van start gaan en dat we wat al gaan opwarmen. Niet? Is dat goed voor iedereen? Ja. Voilà, kijk, we gaan wat opwarmen. Niet? Opwarming dus. We gaan eerst wat de benen gaan opwarmen. We gaan eigenlijk gewoon simpelweg gaan marcheren. Voilà. En gewoon ter plaatse gaan wandelen. Ja. En nu gaan we de knieën wat hoger gaan heffen. Ongeveer tot op heuphoogte. Ja. Ja, en dan gewoon even rustig gewoon doorwandelen. Ja. Voilà. Terwijl we aan het wandelen zijn ter plaatse, kun je een keer met de armen zo gekruist naar voor en naar achter gaan zwaaien. Dan moet je de schouders, de borst en de rugspieren wat gaan opwarmen. He. Vooral de schouders. Ja. Misschien dan ook een keer cirkelbeweging maken naar voren toe. Ja. Even ontspannen, misschien de pols wat losvinden. Ja. En ook een keer naar achteren, de armen gaan zwaaien. Ja. Ja, voilà, super. Oké. Okay. Even ontspannen, ja. Maar ietsje breder staan, hup, breedte. Met de twee voeten en ik ga we links rechts lichtjes gaan doorbuigen met de knie. Ja. Op het moment dat je doorbuigt met het ene been, gaan we het andere been gestrekt gaan houden. Ja, super. Voilà. De benen mag je eventueel wat al los zetten. Dat is zeker en vast geen kwaad. Ja. Oké. Dan gaan we terug iets breder staan dan heupbreedte. Of weer even breed als daar straks. En nu gaan we afwisselend met de handen naar de voeten aan draaien. Ja. Ja, even ontspannen. Voilà, oké, super. Ja, we gaan misschien ook nog de knieën een keer, enkels specifiek, lichtjes gaan opwarmen, dus heel redelijk aan, links en rechts, met de knieën gaan doorbuigen. Ja. Voilà. Mag dat rustig doen, dat niet te snel doen. Super, voilà, oké. Okay. Ja, voilà, we kunnen dan al wat krachtoefeningen doen, wat spierversterkende oefeningen. Dus we gaan terug beginnen vandaag met de gewone basic squat. Om de benen wat op te warmen. Straks gaan we wat moeilijkere variaties doen voor de beenspieren. Dus nu is de bedoeling dat wij gewoon iets breder dan heupbreedte, niet te breed gaan staan.
En de voeten moeten in dezelfde richting wijzen als de knieën. Voilà. Dan gaan wij de handen ofwel de schouders ofwel voor ons houden. En zo door de benen gaan. En je terug gaat recht komen. Ja, en altijd geleidelijk aan traag zakken. Voilà. Ja. Voilà. 1, van de dag 9 doen. 2. 3. 4. Kom aan, hè. 5. 6. 7. 8. 9. En dan de laatste. Ja. Voilà. Oké, super. Even de benen wat losser intussen. Oké. Dan gaan we nog een squat varianten. Maar nu mag je iets breder staan. Maar iets breder staan en dan met de handen tussen de benen zo starten. En eigenlijk zo de handen omhoog brengen. Tijdens ja, het proces aan de bovenkant met de squat doen. Voilà. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maar nog 2 doen, 11, en de laatste. Voilà. Oké. Okay. Ja. Super. Voilà. We gaan nog een oefening doen voor de beenspieren. Maar dit is misschien wat iets zwaarder. We gaan varianten van de uitvalspassen, van de lunges met andere woorden. Dus ik ga eigenlijk starten met eigenlijk achterwaarts de stap te zetten. Zo werk ik naar achteren en ik door de benen kan gaan en dan recht komen. Voilà, dat gaat duidelijker zijn voor jullie. Dus ik ga zo stap naar achteren zetten, door de benen gaan, recht komen en dan wisselen van zijde. Ja, oké. 1. 2. En we gaan altijd traag gaan zakken. 3, voilà. 4, 5, ja. 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, maar even ontspannen. We gaan er wel doen, maar even op rust komen. Ja, dan de volgende variatie dat we doen. Nu was dat naar achteren, nu gaan we dat een keer naar voren doen. Dus eigenlijk gaan we nu de uitvalspas naar voren zetten. Het is eigenlijk dezelfde beweging, maar we gaan ons van voren naar achteren moeten afduwen. Dus ik ga volgt, zo, en dan is het van de zijde. Ja, voilà. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, en 10. Oké, super. Voilà. We gaan dan nog een extra variatie daarop doen. Deze gaan als volgt, dus eigenlijk gaan we een stap naar achteren plaatsen. Zo, voilà. En in het naar voren komen, gaan wij de knie naar voren brengen. Dus eigenlijk gaan wij zo aan recht komen. Het is wel wat moeilijker omdat we moeten het evenwicht gaan bewaren op één been. Voilà. Eventueel in tussentijd mag je een tussenstapje zetten, zoals dit, en dan de knie naar voren doen. Dat mag ook. Maar je mag natuurlijk geen vlotte beweging doen. Dus mag kiezen niet.
Voilà, ik zal voorstellen, dan een keer starten. Nee. Ja, oké. Okay. Voilà. 1. 2. 3. Ja. 4. 5. Ja. 6. We gaan er nog 2 doen. 7. En 8. Voilà. Even uitrusten. En we gaan ons dat klaarmaken voor de andere zijde. Ja. Oké. Voilà. 1. 2. 3. 4. Ja. 5. 6. Nog 2. 7. En 8. Oké. Voilà. Dat is een lang door. Oké. Van mijn scherm wat draaien. Ja. Voilà. Ja, we gaan ons matje eens erbij halen voor wat randoefeningen te doen. Overhaal. Dus hij kan terug zo zitten, maar nu moet je de
handen op de schouders houden. En met de elleboog afwisselend naar het tegenoverstaande knie gaan draaien. Hoe meer je hier naar achteren gaat hangen met het bovenlichaam, hoe zwaarder dat de oefening gaat gaan zijn. Voilà, oké, we kunnen starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja, 17, 18, nog 2, 19 en 20. Ja, oké, jullie moeten even ontspannen. Ja, we gaan de spieren van de buik wat laten rusten. En we gaan misschien wel een keer oefeningen doen. Weer voor de lagere rug en ook voor de bijlspier. En straks ook voor de hamstrings. Nu gaan we plat houden op de buik. Ja. En jullie mogen je handen zo naast je zetten op een matje. Dus eigenlijk is het niet de bedoeling dat we hard komen met ons bovenlichaam. Zo, het hoofd in het verlengde houden van de romp. En eigenlijk mag je lichtjes met de armen dan meedrukken. Voor de eerste oefening hier. En de benen mag je nog laten liggen op de grond. Ja, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kom maar, hè. En even volhouden. 9. En 10. Oké. We gaan onze krachten iets wat gaan sparen voor nu de volgende oefening te doen. Beetje het vervolg. De oefening kan de juiste dan hebben. Dus eigenlijk gaan we hier de handen juist bij het voorhoofd gaan eronder houden. En eigenlijk zo recht om met de hand. Let er aan dat hij niet mee gaat trekken met de armen, maar dat de beweging eigenlijk vanuit de lagere rug gaat plaatsvinden. Ja. Oké, we kunnen starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké. Ja. Well, en nu gaan we nog één stapje omhoog gaan. We gaan nog iets moeilijker gaan doen dan deze oefening. Dus eigenlijk gaan we nu de armen in 90 graden van de grond gaan blijven houden gedurende de beweging. Dus eigenlijk zo in de lucht. In deze positie. En deze armen mogen eigenlijk niet mee gaan bewegen straks als we omhoog komen. Ja, ze gaan wel meebewegen met de romp, maar je mag eigenlijk niet zo met de armen gaan trekken, zeg maar. Dus eigenlijk gaan we zo recht komen met de romp en terug naar beneden gaan. Voilà. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, ja, goed bezig. 6, 7, 8. 9 en de laatste. Voilà. Oké, super hoor. En even ja, wat andere oefeningen doen nu.
oké. Wacht dat iedereen recht komt. Oké, dus volgende frame. Ga ook wat langere rugspieren gebruiken. Maar ook wat belspieren en rugspieren. Dus ik ga in deze positie gaan zitten, ja. En ik ga starten met eigenlijk afwisselend het been achter ons zo te gaan uitstrekken. Let wel op dat het been in het verlengde is van de heupen en de romp. En dat je de knie volledig gaat uitstrekken. Ja, hoor. Ja. 12. 11. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, we gaan dat wat moeilijker gaan maken, nee. Dus maar ik zijde per zijde doen, nu voor te starten. Dus ik sta voor dat we misschien een keer met de rechterzijde starten. De bedoeling is ook hier dat we de oefening gaan doen, dat de knie de grond nooit gaat dragen. Dat de knie eigenlijk altijd constant van de grond gaat blijven. En we zullen die 10 herhalingen doen, nu rechts en dan straks 10 herhalingen links. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, ja, naar de volgende, 7, 8, 9 en 10. Voilà. Oké, we gaan eens de andere zijde aan gaan breken. Oké, okay. We kunnen van start, nee, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en de laatste. Oké. Voilà. Nu gaan we nog een extraatje doen bij deze beweging. Want dan hebben we de schouder er ook gaan bij betrekken. Dus eigenlijk gaan we als volgt links-rechts een kruis, zeg maar. Het been en de arm naar uitstrekken. Dus eigenlijk als het ware zo. Dan de knie tikken. En dan weer zo gaan uitstrekken. Voilà. Kijk, we kunnen wel start gaan. Hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en dan nog eentje. Ja, oké. En we gaan dan eens de andere zijde direct aanspreken. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en de laatste, ja, oké, super. Ja, we gaan nog wat de spieren in deze aard gaan aanspreken. Dus we gaan terug eigenlijk in deze positie, we gaan plaatsen. Voilà, en dan gaan we de knie in één keer
kraan zo naast ons lichaam gaan opheffen. En wat ik daar kunt links, rechts aan afwisselen naar elkaar. Oké, zie jullie dan afzitten? Ja, oké, dat is goed hoor. We gaan starten, nee? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kom maar, 9, 10, andere 18 doen. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Ja, voilà. We gaan deze spieren van de heupen en de bijlen wat laten rusten. En dan wat buikspieren verstevende oefeningen doen. Zeg maar geleidelijk aan van lin op rug, wat is draaien van zij. Hier gaan we wat oefeningen doen meer voor de buikspier. We zullen eens beginnen met een oefening meer voor de bovenste buikspier hier. Dus ik ga de handen plaatsen hier langs onder op de bovenbenen. En ik zal maar schuiven tot aan de knieën. Dus ik ga recht komen met de schouders van de grond. En het hoofd mag niet tegen de borst steunen, maar er moet een ruimte tussen de borst en de kin blijven. Dus ik zal gaan recht komen. Met de rol. Ja. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Oké. Ja, zie dat er goed is hoor. Ja, oké. Dan voor de volgende oefening. Gaan we met de benen gaan werken. Bij deze oefening, hoe meer je de benen gaat strekken, hoe zwaarder de oefening gaat zijn. En hoe meer je de knieën gaat gebogen houden, hoe minder zwaar. Zij dus ik ga hier de handen onder het zitvlak of naast het zitvlak gaan leggen. En ik zo gaan recht komen met de twee benen. Ja, en we gaan er 10 doen vanaf nu. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan de volgende oefening. Nu ga ik links-rechts gekruist als het ware met het been en de arm te werk gaan halen. Dus beginnen we met twee strekte armen, twee strekte benen. Dan ga ik zo kruist naar rechts komen, lichtjes met de romp. En de tegenovergestelde knie gaan tikken. Ja, voilà. 1, 2. 3, 4,
6, 7, 8, 9, 10, 11, maar dan weg gesloten, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, en dan nog twee doen, 19 en 20. Ja, oké, dat is super hoor. Was al wat een zware oefening, maar kunnen jullie dat goed gedaan hebben? Oké. Nu gaan wij ons schuin gaan neerleggen. Jullie mogen de knieën zelfs in 90 graden zo schuin naast jullie leggen. En mag zelfs de knieën op elkaar gaan leggen. Ja. En nu is de bedoeling, dus mag even gaan steun zoeken met deze arm. Deze arm mag je eventueel op het been leggen. En eigenlijk gaan wij zo recht komen, schuin met de heupen. Dus ik ga de heupen naar het plafond aan toebrengen. Wat ik 10 herhalingen doen, nu van de eerste zijde en straks van mijn westelijke zijde, aan terug 10 herhalingen doen. Voilà, kijk, we gaan starten. 1, 2, en altijd traag zakken, achter de spanning houden. 3, 4, 5, ja, daar is even de spanning houden, 6, 7, 8, en dan nog 2 doen, 9, 1, 2, 3, kom maar weer even volgen, 4, 5, 6, 7, 8, nog 2, en ja, en de laatste, oké, ja, dat is een orde hoor. Kijk, we gaan blijven op onze zijdelijn, ja, nu gaan wij mooi schuin op de zijdelijn, niet op de rug. En ik ga weer één been hier aan de kant gaan plaatsen naar achteren, want we moeten ruimte krijgen voor het been dat op de grond ligt. En ik ga zo met een strekte knie het been zo schuin omhoog brengen. Ja. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Oké, maar dan eens de andere zijde. Vier,
8, 9 en 10. Voilà. Oké. Voor de volgende oefening stel ik voor dat je misschien de muur gebruikt als ondersteuning, een kast gebruikt, een tafel gebruikt, een stoel gebruikt. Eigenlijk moet je iets hebben waar je een beetje meer steun kan gaan zoeken. Dus eigenlijk, ik ga dat hiervoor doen. Ik ga dan de muur gebruiken. Zorg dat je een steunobject hebt. Ja. Nu ga ik een paar keer mijn scherm naar beneden gaan draaien. Ja, mijn gezicht nu even niet zien. Maar eigenlijk moet je mijn werking zien van de enkel zetten. Dus eigenlijk gaan we zo steunen tegen de muur. Gaan we op één voet gaan steunen op de grond. Andere been gaan we van de grond houden. Eventueel kan je tegen het been houden. En eigenlijk gaan we zo recht komen op de top van de voet. Dus wacht, ik ga dat hier komen. Voilà, dus eigenlijk zo op de top van de voet terechtkomen en traag gaan zakken. Ja, en volledig gelijk strekken. Voilà, zet we aan 2. Ja, en rustig aan het spannen. Kijk, jullie moeten breed staan. En dan gaan we de grond proberen te gaan raken. Eigenlijk zo. Ja. En de benen van je dat mag je gestrekt gaan houden. Voilà, en rustig aan recht komen. Oké, voilà. Dan gaan we twee voeten in dezelfde richting plaatsen. Eén been voor, het andere been naar achteren. Nu gaan wij door het voorste been bij, het achterste been gestrekt houden. En mooi rechtop blijven staan. En gaat dat eigenlijk uit langs de achteren wat voelen rekken. Ja, we kunnen een keer de andere zijde doen.
Oké. Okay. Waar we nu ons steunobject hebben bij ons, gaan wij terug gaan steunen. En eigenlijk gaan we de hiel naar het zitvlak gaan toetrekken. En de benen mooi naast elkaar houden, bovenbenen. Voilà. En even de spanning gaan we komen op de spiermier van voren op onze dijbeen, quadriceps. Ja, om de rest al aan het spannen. We gaan eens wisselen van zijde. Strappen, wat voelt dan spannen? Ja, oké. Okay. Dan gaan we juist op heupbreedte staan. Dan gaan we cirkelbeugingen maken met de heupen. Dan mag je redelijk grote cirkels gaan maken hoor. Maar eens blijven draaien en zaden richten. Straks ga ik je wisselen van zijde. En dan uiteraard ook een keer de andere zijde gaan ronddraaien. Oké, voilà. We zijn er dan nu met onze live les run. Dus jullie hebben super hard jullie best gedaan. Misschien dat jullie dat goed gedaan hebben. Ik heb een beetje meegevolgd met jullie, dus ik zag dat dat goed was. Dus bedankt in ieder geval voor jullie inzet. En graag tot de volgende keer. Dus super gewerkt. Bedankt. Dankjewel. Dag.